Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het Nederlandse duinlandschap is een van de gaafste en meest uitgestrekte van Noordwest-Europa en dat moet zo blijven. Niemand wil het, ook de minister niet, maar toch gebeurt het. De bebouwing aan de kust neemt explosief toe. De komende 3 jaar zullen ruim 6000 nieuwe woningen aan de kust worden gebouwd. Het rare is, eigenlijk vindt niemand dat we dat moeten doen. Eigenlijk vindt iedereen dat we niet op grote schaal moeten gaan bouwen. Dat vinden ook de wethouders van de kustgemeente, dat vinden ook projectontwikkelaren. Alleen iedereen wijst naar de buren. Nee, onze plannen van de strandhuisjes passen prima in het landschap. Nee, je zou eens bij de buren moeten kijken wat daar allemaal gebeurt. Voorzitter, de minister hoopt met het kustpak de kustbebouwing in toom te houden. Maar het kustpak blijft toch vooral een intentieverklaring, een vrijblijvende samenwerking tussen partijen. Hier moeten belangrijke waarden als stilte en wijsheid opboksen tegen korte termijn belangen van de economie. Dat is geen gelijke strijd. Voorzitter, tijdens een werkbezoek vorige week met de commissie van EZ zagen we hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het begint met een aantal strandhuisjes, dan komt er een houten pad langs. Dat houten pad wordt vervangen door een betonnen pad. Daar komt eventueel nog verlichting langs, want 's avonds is het misschien toch wel een beetje onveilig en ongemakkelijk. En voor je het weet is een grote strook kustgebied, duingebied, onherstelbaar verminkt. En de minister staat intussen machteloos, want zij heeft de bescherming van de kust deels uitbesteed aan provincies en gemeenten. En daarmee heeft de minister het instrumentarium van de ruimtelijke ordening uit handen gegeven. En voorzitter, de Nederlandse kust is van nationaal belang en de minister zou de regie terug moeten nemen. De bescherming van aantrekkelijk en grotendeels ongerepte kust moet terug in handen van de Rijksoverheid. Kan de minister en gaat de minister zich daarvoor inzetten? Tot het zover is, moet het kustpak de kust zo goed mogelijk beschermen tegen bebouwing. Kan de minister toezeggen dat de gehele Nederlandse kust in dat kustpak wordt opgenomen? Dat er geen gebieden worden uitgezonderd, zoals de kustlandschappen van de zuidwestelijke delta? Want met name die kusten worden bedreigd door grote bouwplannen. Kan de staatssecretaris toezeggen dat voor deze kusten, dus de zuidwestelijke delta, dezelfde beschermingsafspraken gaan gelden als voor de Noordzeekust? Dan, voorzitter, de Noordzee verkeert in nood. De visserij heeft de bodem ernstig beschadigd. Een grote vissoort als haaien en roggen zijn een zeldzaamheid geworden in de zee. De Noordzee heeft direct bescherming nodig. En de minister heeft in haar brief van 10 juni mooie ambities beschreven. Een samenhangend netwerk van beschermde zeegebieden dat 10% van de Nederlandse Noordzee beslaat. De Partij voor de Dieren pleit al langer voor zo'n natuurnetwerk. Ook een natuurwerkwerk waar niet gevist zou mogen worden. Helaas blijkt echter in de praktijk bescherming uit. In de gebieden die worden aangewezen als beschermd, kan straks nog steeds gevist worden. In maart vroegen we de staatssecretaris van Economische Zaken om gehoor te geven aan de oproep van 21 wetenschappers om het Friese front en de centrale oestergronden te beschermen. En vanochtend herhaalde en onderstreepte hoogleraar marine ecologie Lindeboom dat pleidooi nog een keer in de Volkskrant. Friese front en centrale oestergronden functioneren als kraamkamers en bieden een leefgebied voor unieke dieren. En de wetenschappers zijn duidelijk, voor herstel van het zeeleven is het noodzakelijk dat beide gebieden als geheel worden beschermd. De minister heeft deze oproep echter naar zich neergelegd en besloten minder dan de helft van de gebieden te beschermen. En mevrouw Korsakaya wees er ook al op. Het Wereld Natuurfonds en Greenpeace hebben zich daarom tegen dit besluit gekeerd. Voorzitter, als we dit voorstel van de minister optellen bij de overige plannen voor bescherming, komen we nog steeds op slechts 5% bescherming van de Nederlandse Noordzee. Hoe gaat de minister samen met haar collega, de staatssecretaris van EZ, de beloofde bescherming realiseren? Kunnen zij een tijdslijn met concrete stappen geven? Voorzitter, vissoorten die zwaar onder druk staan, zoals kabeljauw, nemen in aantallen toe rond windmolenparken. Die windmolenparken vervullen echt een kraamkamerfunctie voor vissoorten. Ligt er volgens de minister een oplossing in het sluiten van windparken op zee voor visserij? Voorzitter, de ambitie van de minister gaat verder dan bescherming van de bodem en ik citeer haar uit de brief. De Noordzee is in de toekomst een schone, gezonde en productieve zee. Er zijn ruimte en rust voor diversiteit en een robuuste en veerkrachtige marine habitat. Maar voorzitter, de Noordzee is één van de drukste scheepvaartgebieden ter wereld en vindt ook op grote schaal gas, olie en zandwinning plaats. En uit steeds meer onderzoek blijkt dat dit lawaai kan zorgen voor desoriëntatie en communicatieproblemen bij potvissen, dolfijnen en bruinvissen. Wij vinden niet dat we niet alleen de bodem moeten schermen, maar ook zeedieren die hinder ondervinden van lawaai.
Is de minister bereid om onderwatergeluid standaard mee te nemen in de monitoring van de milieukwaliteit van de Noordzee? Dat is overigens iets wat niet alleen de Partij voor de Dieren bepleit, maar ook een instituut als Ecomare. Mijn laatste onderwerp, voorzitter, is de waterkwaliteit. Alles en iedereen is gebaat bij schoon en veilig water. De natuur, de dieren in de natuur en, last but certainly not least, wij zelf vanwege ons drinkwater. Maar de kwaliteit van ons water wordt nog altijd bedreigd. En dat komt doordat wij de verkeerde uitgangspunten hanteren bij de bescherming van onze waterkwaliteit. Dat concludeert de adviescommissie Water. En het uitgangspunt van de implementatie van de kaderrichtlijn Water moet vooral haalbaar en betaalbaar zijn. Maar dat heeft remmend gewerkt, volgens de commissie Water. De maatschappelijke doelen zouden voorop moeten staan. Is de minister het dat eens met de adviescommissie? Dat zou namelijk moeten betekenen dat het uitgangspunt dat de landbouw ontzien moet worden niet langer te rechtvaardigen is. De landbouw wordt door de adviescommissie aangewezen als een van de vervuilers van ons water. En de focus zou meer moeten komen liggen op nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, schrijft de adviescommissie. Ook vorig jaar luidde het advies van de Europese Commissie al dat Nederland meer moet doen om de vervuiling van ons drinkwater of van ons water door de landbouw tegen te gaan. Voorzitter, overbemesting en het hoge gebruik van landbouwgif zijn twee factoren, die worden ook genoemd door de adviescommissie Water, die een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit. En zonder die factoren aan te pakken, blijft het dweilen met de kraan open. Het is tijd om ook voor de landbouw een delta-aanpak op te stellen. Een delta-aanpak, agro-ecologie, waarin we landbouw zo gaan omvormen dat deze niet meer strijdt tegen natuur en biodiversiteit, maar die natuur en biodiversiteit juist gebruikt. Natuurlijke plaagbestrijding, gezonde bodems, zodat de uitspoeling van nutriënten en structurele normoverschrijdingen van landbouwgif niet meer voorkomen. Zo'n deltaplan agro-ecologie is nodig om de delta-aanpak waterkwaliteit te laten slagen. Zonder hervorming in de landbouw heeft een delta-aanpak waterkwaliteit geen kans van slagen. En voorzitter, ik zie u al kijken met allerlaatste zin en vraag aan de minister. Is hij bereid om met de staatssecretaris van Landbouw zo'n delta-aanpak voor de landbouw op te stellen? Dank u wel, voorzitter. Ja,